In deze video functiewaarden bij machtsfuncties. En ik heb hier een voorbeeld van een machtsfunctie. En als je weet hoe het zit met V, dan moet je die tot de macht 3 doen. Keer 60. En dan weet je hoe het zit met P. En hier staat dus de derde macht van de variabele V. Nou, de variabele is de letter aan de rechterkant van het is-teken, van het gelijkteken. En de macht is dus 3. En dit is een voorbeeld van een machtsformule. Nou, als je een formule hebt, dan kun je ook wel functies bedenken. En ik heb hier een voorbeeld van een machtsfunctie. En je ziet dus, hier staat de vijfde macht van de variabele x. Nou, in het algemeen geldt, een machtsfunctie f heeft de vorm fx is ax tot de macht n. En dit is belangrijk in de bovenbouw. Nou, voorbeeldje, ik heb hier a is 3 keer p tot de macht 4. Ik zeg ook 3 keer. In principe staat er een keertje tussen, hè. Hetzelfde als je 3 appels hebt, dan heb je dus eigenlijk 3 keer een appel. En ik wil a berekenen als p is 2,5. Dus dat betekent dat ik die p ga vervangen door 2,5 en doe ik tot de macht 4. Nou, dan pak ik mijn rekenmachine erbij en dan tik ik dat in, hè. En dat ziet er als volgt uit. Nou, ik zie gewoon 4 decimalen, neem ik ook gewoon over. Leerlingen hebben wel eens de neiging om dan te gaan afronden op 2 of op 1. Maar ja, goed, als er gewoon 4 staan en ik zeg niet dat je moet afronden, laat ze dan ook alle 4 zien, want anders is je antwoord niet goed. Nou, dan gaan we de p vervangen door 0,2. Dus dan krijg ik a is 3 keer, doe ik 0,2 tot de macht 4. En op mijn rekenmachine is dat 0,0048 en neem ik over. Maar ik heb nu 2 voorbeelden gedaan met een positief getal en ik heb nu een negatief getal. Dus ik ga opschrijven 3 keer en om een lang verhaal kort te maken. Je weet dat min keer min is plus. Ja? En de macht is 4, dus dat betekent dat die p, die negatief is, p is immers min 4, dan ga ik dus eigenlijk krijgen min keer min keer min keer min. En dat levert een positief getal op. Dus de uitkomst van a moet positief zijn. Nou, om de uitkomst positief te laten zijn, moet je haakjes gebruiken om min 4. Nou, als je dat niet doet, kom je uit op een negatief getal. Maar misschien moet je gewoon onthouden dat als ik een negatief getal heb en ik doe daar een bewerking mee, zet hem gewoon tussen haakjes, dan weet je zeker dat het goed komt. Mijn uitkomst is 768. En dat betekent dat we op het einde zijn gekomen van deze video. Tot de volgende keer.